Dankjewel, Desiree. Hartelijk welkom vanavond allemaal. Ik ga proberen in 5 minuten een pitch neer te zetten. En ik heb een paar notities erbij gemaakt om het een beetje de lijn te houden. Wat jullie allemaal weten is dat Nederland natuurlijk een deltaland is. Hè? De Rijn-Maas aan de zuidelijke kant en de IJsselvecht aan de noordelijke kant. Daartussen zitten de zandgronden van de Veluwe, maar ook Flevoland. En wat heel vaak vergeten wordt is... dat in die toenemende dynamiek waar delta's in zitten, de dynamiek van meer water, weinig water, maar vooral veel pieken en dalen, die roerige tijden zogezegd, dat daar het belang van opslag, het belang van een batterij zou je kunnen zeggen, maar in ieder geval in dit geval van buffering van water, ontzettend cruciaal is en nog crucialer gaat worden. En daarmee het IJsselmeer. Het is eigenlijk samen met Flevoland, heb ik dat in mijn essay genoemd, het groenblauwe hart van Nederland. Het groene hart gaat, naar mijn mening, zal grotendeels een prooi vallen van de dynamiek van de delta, de zuidelijke delta. Dus er zal heel veel minder kracht op zitten op dat gebied. Maar er komt heel veel belang, voor het echt landelijk belang, dus het gaat echt niet alleen over Flevoland, maar ook over het landelijk belang op dat groenblauwe hart van Flevoland. Nou, en Flevoland als polder is eigenlijk aangelegd als een zogenaamde rijke polder. En dan zult u zeggen van een rijke polder, wat bedoel je daarmee? Hè? Zijn wij allemaal, hebben wij meer geld, verdienen we meer geld? Nee, als je het doorsnijdt, dan is de polder zo gemaakt dat de lanen, de profielen, de bomenrijen, de watergangen, dat die eigenlijk veel breder zijn opgezet dan de waterlandse polders in Noord-Holland. Of dan bijvoorbeeld wat ze noemen de karige polder, dat is een... De Haarlemmermeerpolder. En daar zitten hele andere profielen achter. Die rijke polder is de basis van mijn pleidooi vandaag om meer in te gaan zetten op een transitie naar een iets andere mix waar meer water een rol gaat spelen. En met name omdat water eigenlijk de drager van leven is. Maar ook eigenlijk wil ik aan de orde stellen, en dat is meteen voor de discussie, dat we in Nederland een zogenaamde schaalparadox kennen in de ruimtelijke ordening. We willen alles doen op alle schalen. Dus we moeten in elke gemeente willen we bedrijfslocaties hebben, willen we bepaalde voorzieningen hebben, maar op zo'n manier dat op elke korrelgrootte alles gerepeteerd wordt. We denken niet door schalen heen. En ik denk dat er ontzettend veel meer kansen gecreëerd gaan worden als we eigenlijk geforceerd door alle transities waar we nu voor staan, dat we dan dat meer gaan mixen. En dat we dat ook durven doen met minder regels. En we zijn er natuurlijk tegen aangelopen, tegen die regels en eigenlijk die schaalparadox van het zoneren, van het, je zou bijna kunnen zeggen van het polderen, met de huidige stikstofregels. Hè, maar ook met alle wensen die we hebben ten aanzien van transities. Of het nou gaat over transities zoals gisteren zijn besproken, over de bredere welvaart, of over de energietransitie, of over de noodzaak om de biodiversiteit te kunnen garanderen over tijd. Want die biodiversiteit is weer nodig voor onze voedselvoorziening. En dat is de grootste zorg op dit moment voor onze wetenschappers. Het is niet zozeer klimaatverandering, dat is het ook. Maar het is meer nog onze voedselvoorziening uiteindelijk. Die zit helemaal aan het einde van dat verhaal van veranderingen. Mijn pleidooi, en ik moet even de tijd in de gaten houden, die zit dus eigenlijk veel meer in het dynamische evenwicht wat we zouden moeten durven omarmen in het volgen van natuurwetten en niet zozeer in juridische wetten. We zouden dus meer moeten afstappen van die zoneringen, van die verkavelingen die keihard uitgaan van het toekennen van ruimte aan een bepaald gebruiksdoel. We moeten veel meer gaan denken in het combineren van water en groen, maar ook in het combineren van agrarische functies met natuurontwikkeling en beheer. Dat gebeurt al her en der. Dat zou kunnen zeggen, de meeste boeren zouden zeggen, dat doen we al. Maar ik denk ook dat het nog veel meer kan. En dat bijvoorbeeld dat er ook veel meer gedacht moet worden aan een diversificering van de teelt in Flevoland. En dat met name omdat ik denk dat zo'n rijk voedsellandschap, een zogenaamd Flevolandschap, een Flevovoedsellandschap, dat het een veel betere basis ook legt voor die toekomst die voor wat betreft het voedsel, niet zozeer het voedsel exporteren naar elders alleen betreft, maar ook het meer voorzien in de eigen behoeften van de lokale regio. En ik denk dus dat daarmee dat heel cruciaal gaat worden en ook het beheer ervan. Maar dat dus ook dat er dus offers zullen moeten vallen. We zullen meer water moeten gaan toestaan. Want het water is de kwaliteit van Flevoland en het IJsselmeer waar het Flevoland in ligt als je het zo ziet.
Dus dat groen-blauwe hart, dat moet veel meer benadrukt worden. En als je dat doet, als je dat in een goede balans doet, dan krijg je ook een veel rijkere polder.